Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen woensdag 25 maart. Het wordt vandaag ook weer een zonovergoten dag met alleen wat sluierbewolking, vooral later vandaag. Na een koude nacht met lokaal minima rond de min 5 is het vanochtend rond de plus 5. Verder waait er een zwakke tot matige oostenwind die vanmiddag nog iets in kracht toeneemt. Dan loopt de temperatuur op naar zo'n 11 tot lokaal 13 graden. En zoals gezegd, in de loop van de middag zien we dan ook wat meer sluierbewolking, met name in het noorden van het land. Ook vanavond is dat het geval... Hoge bewolking is er aanwezig, maar er zijn ook brede opklaringen. De temperatuur die daalt naar zo'n 3 tot 5 graden. Vannacht gaat het dan op veel plaatsen weer licht vriezen. De oostenwind die blijft gewoon doorstaan en dat hebben we dus ook morgen. Het wordt dan opnieuw zon overgoten: temperaturen in de middag tussen de 10 en de 12 graden. En ook de dagen na blijft het in eerste instantie nog vrij zonnig weer. Vooral de vrijdag is nog zon overgoten. Op zaterdag zien we meer wolkenvelden. En op zondag kan er hier en daar een beetje regen gaan vallen uit een lichte bui. De temperatuur ligt vrijdag rond de 13 graden. Zaterdag en zondag is het overdag tussen 8 en 12 graden. Maar de nachten worden dan ook minder koud.